Vandaag gaan we de laatste dag eigenlijk in wat betreft training. Voordat we vanavond het team moeten gaan beslissen. En tot nu toe zijn de omstandigheden hartstikke goed. En gaan we gewoon voor. Dus ik kijk er naar uit. Een mooie dag. Dit is het team. Hier zit het team. Nee, hier zit het team. We moeten opnemen. We moeten vloggen. Goedemorgen. We zijn er weer. Ik pak het niet mee. Ik heb me nou echt laten zien bij het team. Ik ga eerst Robin verslaan met een setje, dus hoe reageert hij erop? Ja, dat gaat toch niet gebeuren. Maar ja, en daarna nog even dubbeltraining en dan sta ik klaar voor vandaag, dus kort dagje. In de mooie oranje kleedkamer. Ze hebben wel aan alles gedacht, dus dat is echt hartstikke tof. Dit is het douchegedeelte, de kleedkamer. Dit is een kamer waar ik veel ben, de fysiokamer. Hier word je gemasseerd, je kunt ook een beetje slapen en erachter. De chillkamer, noem het maar. Grote televisie, twee banken. Wordt goed voor ons verzorgd hier, dus chapeau Fransen. We gaan wat even klaarmaken voor de training. We gaan ze heel even mobiliseren. Spieren een beetje losmaken en dan kan je shinen. Tot nu toe gaat het goed. We hebben het gezellig, we hebben het goed. Training en arbeid is flink. Gisteren had ik 4,5 uur op de wagen staan, dus dat is wel pittig. Yeah! Yeah! That's when I perform, when the camera is on. Alles om die jongen zelfvertrouwen te geven. Soms moet je het gewoon doen. Moet je jezelf gewoon even wegzetten. Kost mij moeite, maar toch. He says he's building my confidence, but I take him down every time. So I enjoy it. Oh, yeah. Heerlijk. Beautiful sport, hè? Zoveel mensen zeggen, golf je ook? Golf je al? Ja. Als ik dan toch een uurtje iets ga doen, dan vind ik het zoveel lekkerder om een beetje te zweten en een beetje tennis. Ja.